Voilà, dat kan weer gerecycleerd worden. Papieren? Ja, die liggen binnen, denk ik. Ik zal ze even gaan halen. Nee. Die papieren. Ah, ophaling van karton en papieren. Uh-huh. Ja. Kranten, tijdschriften, printpapier. Ah, reclameblaadjes. Ja, ze steken tegenwoordig toch wat in uw bus. Nee, dat is omdat je ze toelaat om dat in uw bus te steken. Je gaat me toch weer niet opschrijven. Hier, een sticker. Nee, gratis pers. Nee, reclamedrukwerk. Voilà, plak dat op uw bus en uw stapelje hier zal maar de helft meer zo dik zijn. Nee, belastingsbrieven, dat heb je niet zeker. Nee. Heb je ooit van de Robinson-lijst gehoord? Van het eiland. Op de Robinson-lijst kunt je uw naam laten zetten. Eén keer registreren op de website en je krijgt nooit meer ongevraagde reclame op naam. Dat is toch al een flink pak papier minder, hè? Nou, de krant. Ja, die gaat je me nu toch niet afpakken. Nee, het is goed dat je de krant leest, maar al die boekjes daarentegen... Oh, maar ik kom er maar af en toe. Ja. Als je er zelf in staat, zeker. Hier. In het plastic. Op het oud papier. Oh, ja. Dat is dus het ergste dat je kunt doen. Ja, maar dat moet een vergissing zijn. Hè. Boeken in de bibliotheek. Printen op gerecycleerd papier. En alleen als het echt noodzakelijk is. En dan blijft er alleen nog... deze jongen over. Ah ja. Elk jaar worden er meer dan 10 miljoen kilo aan telefoonboeken verspreid. Dat zijn dus bijna 100.000 bomen, hè? Al dikwijls gebruikt? Gewoon een keer of... Eén telefoontje of één mailtje volstaat om geen telefoonboek meer te ontvangen. Ja, maar hoe moet ik dan een nummer... Alle nummers zijn te vinden op het internet. Ah. En wat blijft er dan nog over van uw enorme stapel papier? Niets. Bijna niks. Eén briefje nog. Maar dat zou ik niet op het oud papier smijten. Goedemiddag nog. Een boete. Wat heb ik nu weer misdaan? Sluikstorten. Het ergste wat een mens kan doen. Verschrikkelijk. Degoutant. Onverantwoord. En bovendien strafbaar. Dat geef ik op een briefje. Dat geef ik u niet op een briefje, natuurlijk. Ik zeg het u gewoon. Ja. Goedemiddag. Ja. Goedemiddag. Zoetje! Hebben we hier nog ergens dus gekookt? Zoetje is even buiten. Ah, oké. Okay. Meneer Goossens. En wie ben... En waar is... Lisa Peters. Wij hadden een afspraak voor een interview. Ja, natuurlijk. Maar dat kan niet doorgaan. Oei, waarom niet? Kranten, tijdschriften, boekjes, ik kan dat allemaal niet meer kopen. Te veel papier, veel te veel papier. 80 kilo per Vlaming per jaar. We moeten daar iets aan doen. Voilà. Daarover gaat het interview juist, over uw bekommernis om het milieu. En over de kalender die u aan het voorbereiden bent. En hoe weet u dat ik daar... Een goede journalist heeft zwaar bronnen, hè. Oké, afgesproken. Oké. Maar op één voorwaarde. Ja. Klaar? Helemaal. Een beetje naar voren. Oh. Beetje naar links. Stop. Als dat gerecycleerd papier is, scheurt dat dan hier rapper? Maar nee. En smaak? De Carrie-kalender. Vanaf nu gratis te verkrijgen bij je afval intercommunale of gemeentebestuur. Haal hem vandaag nog.